Nou, ik heb nog ruimte op mijn harde schijf. Dus we pakken hem weer op bij pagina 34. Maar voor degenen die nu inhaken, zal ik even een korte inleiding geven. Dit is een requisitor, wat ik ga bespreken. En een requisitor, dat is een stuk tekst en dat wordt opgelezen door de officier van justitie tegen een verdachte. En in dit geval gaat het over de verdachte van de moord op Marianne Vaatstra. En die moord die heeft plaatsgevonden in de nacht van 30 april op 1 mei in het jaar 1999. En deze rechtszaak die is gehouden pak een beet ongeveer 14 jaar later. En er is geen sprake van onwil van het OM, op wat voor manier dan ook. Ze hebben het echt heel erg goed geprobeerd. En er moet meer respect komen voor het OM en justitie, iedereen eigenlijk. Want ook persoonlijk heeft de politie er ontzettend onder geleden, zeg. Oh, wat was het erg voor die politieagenten. Vooral de betrokkenheid van de plaatselijke bevolking, die heeft de waarheidsvinding geen goed gedaan. Dus het vriendelijke verzoek van het OM is, de volgende keer als er een meisje van 16 wordt omgelegd, dat dan de plaatselijke bevolking zich niet bezighoudt met betrokkenheid. Geen vragen stellen AUB, want de politie doet haar werk altijd goed. We zijn op pagina 34 aanbeland. En het gaat erom dat slachtoffer die ligt dus op haar rug in een weiland, 110 meter verwijderd van de Keningswei, om 2 uur 's nachts. En haar handen zijn achter haar rug vastgebonden met een BH. Maar slachtoffer weet haar handen los te krijgen. Ja? Dan ligt de verdachte nog op haar. Dus niet half of zo, maar echt op haar. En hij pakt haar bij haar armen vast bij de polsen. De BH met de gemaakte lus zit nog deels om haar pols. Hij brengt de armen boven haar hoofd en drukt ze op de grond. En dan kan je natuurlijk afvragen, hoe kan Henk Maus dit weten? Nou, dat weet hij van het mengprofiel op pols van slachtoffer. En daarvoor verwijst hij naar rapport NFI. Het is niet belangrijk dat er een paginavermelding bij komt, want dat rapport van NFI is gewoon 1 A4'tje of zo. 5 paragrafen of zo. Je moet het maar even doorlezen. En dan staat gewoon dat verdachte heeft de armen van slachtoffer boven haar hoofd gebracht. En toen heeft hij ze op de grond gebracht. Mengprofiel. Zullen we eventjes naar onzetaal.nl gaan en kijken wat mengprofiel eigenlijk is? Het is gewoon helemaal niks. En wat is de gemaakte lus? Ja. Dus als je nog een oude BH hebt, probeer maar eens om je hebt dus een BH, maar dat is gewoon een BH. Maar maak nu eens een BH met een gemaakte lus. Hoe doe jij dat? Hoe ziet een gemaakte lus eruit van een BH? Ik bedoel, ik weet het echt niet, hoor. Vertel het me maar, misschien zit ik hier wat te liegen. Ik zeg, ja, Perry, maar nee, dit is altijd heel logisch, hoor. Met een BH, daar kan je zo een lus van maken. Dat weet iedereen, man. Conspiratiesjurist, aluminiumhoedjedrager, complotdenkertje. Iedereen weet dat je met een BH een lus kan maken. Echt waar, joh.
Dit is de meest logische manier, want naast haar lichaam zijn haar armen bijna niet onder controle te houden tijdens zijn... Nou, dit woord had gewoon weggekund. Handelingen. De verdachte verklaart bij de psychiater dat hij met zijn hoofd naast haar hoofd ligt. Oh my god. Wanneer heeft verdachte dat bij de psychiater verklaard? Heeft de psychiater ook de moeite genomen om daar een verslag van op te stellen? Of Henk Maus, die was gewoon op vrijdagmiddag eventjes de vrijmibo, de vrijdagmiddagborrel aan het doen. En toen kwam hij die psychiater tegen en die psychiater zei, hé man, moet je nog een biertje? En trouwens, hij heeft tegen mij gezegd, hij lag met zijn hoofd naast haar hoofd. En toen dacht Henk Maus, zie je wel, dat je naar de vrijdagmiddagborrel gaat, dat is best belangrijk. Want nu weet ik hoe ik Jasper Steringa de bak in kan sturen. Want ik heb het gehoord van zijn psychiater. En ik hoef niet te vertellen wanneer hij dat gezegd heeft. Ik hoef ook niet te vertellen welk document dat is. Want ik ben Henk J. Maus. En ik zeg hoe het zit. Dit heet inquisitierechtspraak. En als jullie niet bang genoeg zijn van wat ik jullie nu vertel, dan ga je hier maar eens even naar luisteren. Ja? Deze meneer, die heet dus professor punt Walter J. Nou, er komt puntje mocht staan, maar John misschien. Feit. En deze naam heb ik eerder genoemd aan jullie. Ja. Er is een man van Duitse afkomst en die woont en werkt in Zuid-Afrika. En je kan hem vinden door gewoon dit te doen bij Google. Dan leer je waarom het kan dat iemand als ik deze drek moet voorlezen. Want dit doe ik niet voor mijn lol. De verdachte komt snel klaar en zegt... De liegende verdachte zegt dat zijn sperma ook buiten slachtoffer terecht is gekomen in haar schaamstreek. Ja? Dus wat hij hier bedoelt van verdachte die was dus aan het klaarkomen. Toen heeft hij zijn penis uit haar vagina gehaald, maar zijn apparaat bleef maar doorspuiten. Zo erg, het zat zelfs in haar BH. Er is een leuke sketch van Van Koten en de Bie over seks. En dan zegt de ene tegen de andere van nou, als ik klaar kom, ik schiet gewoon een volwassen kerel van zijn brommer af. Dat was een grap. Maar hier is dus een explosie van sperma gekomen, want het zat overal. Op dat moment zegt de verdachte dat hij zich realiseert waar hij mee bezig is. Dus het moment dat hij zijn broek deels heeft dichtgemaakt. Op dat moment zegt de verdachte dat hij zich realiseert. Dus slachtoffer ligt nog steeds op haar rug. Ze is nog steeds in leven. En dan denkt verdachte, hey, waar ben ik mee bezig zeg? Ik zet van alles op het spel, man. Straks heeft... mijn gezin, mijn familie en mijn werk. Werk? Oh ja, joh. Hij was toch gewoon boer? Dus niet een loonslaaf of zo? Huh? Hij pakt de BH die boven bij Marianne haar hoofd ligt. Aha. Die BH, die was toch om haar pols? Ja?
Maar nu is de BH gewoon boven het hoofd. En niet meer om de pols. Dus hij neemt de BH niet af van die pols. Hè? Want die BH met de gemaakte lus, die zit nog deels om haar pols. Welke pols eigenlijk? Linker pols, rechter pols? Blijkt dat uit het DNA-profiel of zo? Was het links of rechts? Hè? En het is buiten Marianne terechtgekomen in haar schaamstreek. Het is dus ook binnen Marianne terechtgekomen natuurlijk. Hè? Dat impliceert hier even. En de familie van slachtoffer die heeft het dus allemaal moeten aanhoren. Oh jee, dat is binnen dus. Oh, en buiten. Oh, wat een hoop sperma, man. En mogelijk toen sperma aan zijn handen heeft gekregen. En dat neemt Henk Maus aan. Ja? Dat stond dus niet in een van de documenten. Hij hoeft ook helemaal geen paginavermelding te doen van het heilige document. Want Henk Maus neemt aan dat hij zijn broek deels heeft dichtgemaakt. Ja, dus hij heeft zijn broek niet helemaal dichtgemaakt. Hij heeft alleen maar zijn gulp stond nog open. Of zijn gulp was dicht, maar het knoopje aan de bovenkant was nog los. Dus heb hij heeft zijn broek deels aangedaan. Hij heeft zijn gulp dicht gedaan, maar zijn broek zat nog niet helemaal om zijn billen heen. Of zo. En toen hij dat allemaal deed, heeft hij mogelijk sperma aan zijn handen gekregen. Hè? Logisch toch? 14 jaar later troffen we verdachten aan en toen hebben we naar zijn handen gekeken. En toen dachten we echt, nou, op het moment dat jij je broek deels hebt dichtgemaakt, jongen, toen zat er sperma aan je handen, toch? En het erg is dat dit taalgebruik, dat zie ik niet alleen in dit document, dat zie ik gewoon ook als ik naar het NOS-journaal kijk. En het is niet gezond voor een samenleving om zich te laten leiden door leugenaars. Do you read me? We are in big trouble. Want jullie zijn afhankelijk van een of andere klojo, te weten ik. En mijn werk is dit niet. En dan laat je dat van mij afhangen om jullie te vertellen dat dit geen Nederlands is. Kunnen jullie dit zelf niet vinden? Ben ik eens echt ongelooflijk geniaal. Maar waarom krijg ik daar geen vergoeding voor? Waarom word ik iedere keer door jullie weggehoond als ik begin over deze zaak? Waarom hebben jullie er geen moeite mee dat er een Friese vrouw gekeeld is? En dat het dus helemaal niet uitmaakt hoe je een dader pakt, als je maar een dader pakt. Dat wil zeggen iemand. En dan het liefste iemand die zich niet kan verdedigen natuurlijk. Hè? De zwakke pakken. Heb ik dat eerder gezegd? En dan kan jij denken, nou, maar mij pakken ze nooit hoor, want ik ben in mij pakken ze nooit. Oh, nee joh. Totdat ze je nodig hebben natuurlijk, hè? Heb je enig idee hoeveel mensen er op de brandstapel zijn beland, enkel en alleen omdat ze een boek in hun bezit hadden? Te weten de Bijbel? Ooit geschiedenisles gevolgd? Ooit geschiedenis interessant gevonden? Ja, misschien wel niet. Dat je denkt, ach, dat wat er gebeurd is, dat maakt toch niet uit? Er gaan morgen weer nieuwe dingen gebeuren. Ja, inderdaad. Hij pakt de BH die boven bij het,
boven bij slachtoffer haar hoofd ligt, waardoor aan beide kanten van één BH-cup sperma komt. Ja? Dus hij had een enorme explosie van sperma gehad. En alles onder het sperma, waaronder zijn handen. Hè? Want hij had immers zijn broek deels dichtgemaakt en heeft mogelijk toen sperma aan zijn handen gekregen. Maar zijn handen zaten onder het sperma en daardoor aan beide kanten van één BH-cup sperma komt. Zie rapport NFI. Geen nummer. Want het NFI schrijft, mag ik aannemen? He? Sinds 1999 heeft het NFI toch echt meerdere rapporten geschreven, of niet? Sperma waarin zijn DNA-profiel is vastgesteld. Dat klopt dus niet. Een biologisch spoor waarvan een... Nou, dan heb je dus een eister, een mitochondriaal en een autosomaal. Ja? Dus een biologisch spoor waarvan een... Nou, drie DNA-profielen zijn op vastgesteld. Dat had hij mogen schrijven. Hij legt de aanwezige lus van de BH om het hoofd van slachtoffer die volgens de verdachte hierop flauw valt. Want hij voelt haar lichaam verslappen. De verdachte vertelt dat slachtoffer waarschijnlijk wel doorhad wat ging gebeuren toen de BH om haar nek kwam. Ja, hier... gaat het om het hoofd. Sorry. Het hoofd. Maar nu... haar nek. En door die schrik... is flauw gevallen. Helaas is dat een juiste... en trieste constatering. Het is triest... dat... slachtoffer... flauw gevallen is voordat zij gewurgd werd. Zijn jullie er nog bij? En snap je wat hier de familie van slachtoffer wordt aangedaan? Moet ik nog een keer gaan vertellen wat het woord respect inhoudt? Dat is namelijk gebaseerd op Latijn. En dat betekent respect. Daar kan je een streepje tussen denken. Net als repeteren. Respecteren betekent opnieuw kijken. En wat is de aanwezige lus? Dat heeft Henk Maus heel goed bestudeerd. Hij weet precies wat het is. De aanwezige lus. Heeft hij geen foto van natuurlijk, want de verdediging die heeft toch al het materiaal al in bezit. En trouwens, ze hadden alleen maar foto's waar... ja, die moesten eerst gefotoshopt worden voordat je er wat aan kon zien. Die volgens de verdachte hierop flauw valt. Die volgens de liegende verdachte hierop flauw valt. Hier ontbreekt een komma. En verdachte voelde dus het lichaam van slachtoffer verslappen. Ja, ja. Hoe lang duurde dat, dat hij die verslapping voelde? De verdachte vertelt dat Marianne waarschijnlijk wel doorhad wat ging gebeuren toen de BH om haar nek kwam en door die schrik is flauwgevallen. Dus, verdachte, die heeft slachtoffer al bedreigd met een mes. Hij heeft midden in de nacht, 2:00 's nachts, ging hij naast haar fietsen.
Ja, dat doe je niet. Tenzij je een vriend bent. Dat je zegt, hey, maar Janne, moet je ook naar Zwaagwesteinde? Zullen we samen fietsen? Maar verdachte kende hem toch helemaal niet? Van, wie ben jij? En toen heeft hij een mes gepakt. Hij heeft er tot stoppen gedwingd. Dan heeft hij er ontzettend angst aangejaagd met dat mes. De missie. En toen dacht slachtoffer dus van, nou, laat ik maar... wat was het ook alweer? Vrijwillig. Laat ik maar ogenschijnlijk vrijwillig meelopen. 110 meter naar de boomwal die naar links gaat. Want misschien ben ik dan nog op tijd thuis. Want ik moet nog naar Zwaagwesteinde toe. En dat is echt nog 7 kilometer fietsen als het niet meer is. En doe het maar even. Ga mijn koningin de dag vieren tot 12 uur 's nachts. Dan een fiets jatten in Buitenpost. En dan helemaal naar Zwaagwesteinde toe. En even tussendoor hebben we een ja, best een leuke ontmoeting met een oude boer uit Oud-Woude. Maar nu pas begint Marianne te beseffen dat ze wel eens de lul kan gaan zijn. Want die orale seks, nou ja, goed, dat is tot daar en toe. Nou, daar heeft Marianne nog de tampon uitgedaan. Ze dacht van ja, misschien helpt het. Ik doe gewoon mijn legging uit. En dan ziet hij mijn billen en dan denkt hij wel van nou, zulke mooie billen, maar ongesteld. Weet je wat, meisje? We lopen terug, die 110 meter naar de Keningswei. Zet ik je weer lekker op de fiets. En ik ga terug naar Oud-Woude. Want ik moet morgenochtend weer melken. Verdachte draait slachtoffer om. Wat gemakkelijk gaat omdat haar lichaam slap is. Hij vindt dit namelijk praktischer, zoals hij verklaart. Bedoeld wordt dat ze op de buik ligt. Heel klinisch en objectief bekeken is dat een feit, omdat je door te trekken meer kracht kunt zetten bij wurgen. Ja, ik snap dat nu het merendeel de luisteraars... Die moeten misschien even naar de play om te braken. Kijk eventjes naar deze taal. Dit is onze rechtspraak. Op basis van dit soort taal draaien boeren uit Oud-Woude onder meer, onder andere, de bak in. Voor 18 jaar. En je boerderij, die ben je kwijt. En de familie van slachtoffer, die is gelukkig alleen maar een dochter kwijt. Echt waar, joh. Waarom ben ik de enige die dit snapt? Los van een handjevol mensen, waarvan ik gelukkig sommige ken ik dan persoonlijk. En die begrijpen ook wel dat hier iets aan de hand is. Maar met een handje vol gaan we deze manier van handelen, deze manier van overheersen, deze manier van burgers de bak in laten draaien, niet stoppen. Ga er niet vanuit dat ik dit in mijn eentje ga oplossen. Dat kan niet, namelijk. Ik heb genoeg aan mijn kop. Maar om jullie te helpen, om jullie te overtuigen dat we het hier hebben over een clear and present danger. Clear, C-L-E-A-R, is Engels. Clear and present danger. Dat is een juridische term in het Angelsaksisch.
Look it up. We houden het luchtig. Dit klopt niet. Want dit is dus een letterlijk citaat van een liegende gedachte. Nou, en praktischer zoals hij verklaart. Dus dan had hier een komma moeten staan. Ja? Hij vindt het namelijk praktischer. Punt. Had hij ook kunnen zeggen. Als je aan toe wilt voegen dat Henk Maus dit heeft opgemaakt uit de woorden van de liegende vertuigen. Ja, dus dan moet hij gewoon zeggen, hij vindt het namelijk praktischer zoals hij verklaart. En zoals ik gezegd heb, getuige liegt. Hè? Dus dader liegt. Dus dat zal wel niet zo zijn. Zo. Hè? Maar hier had een komma moeten staan. En deze puntkomma klopt niet. Even terug naar Nederlandse les. Hij ging een dagje naar Amsterdam, puntkomma, die mooie stad gebouwd op palen. Dat mag. Dus dan gebruik je de term Amsterdam en dan doe je puntkomma, die mooie stad gebouwd op palen. Dat mag. Maar niet, hij vindt dit namelijk praktischer zoals hij verklaart, bedoeld wordt dat ze op de buik ligt. De familie van slachtoffer heeft deze tekst aan moeten horen. En als jullie niet bereid zijn om deze tekst ook aan te horen, dan mag je eventjes op je kop gaan krabben. Ben jij wel verstandig bezig? Heel klinisch en objectief. Nou, wie weet het verschil tussen heel klinisch en objectief? En wat is objectief en wat is klinisch? En dat je iets klinisch en objectief bekijkt, is geen feit. Dus heel klinisch en objectief bekeken, is dat een feit? Dus wat is het feit? Nou, dat slachtoffer op haar buik ligt. Dus eerst draait verdachte slachtoffer om, wat ook kan inhouden dat hij denkt van nou, weet je wat, ik doe je voeten naar het noorden en je hoofd naar het zuiden. Hè? Want ze zaten aan de noordkant van de Keningsvei. Dat kan ook omdraaien zijn. Maar nu blijkt dat ze op haar buik ligt. En ze is flauw gevallen. Ja? Heel klinisch en objectief bekeken is dat een feit, omdat je door te trekken meer kracht kunt zetten bij het wurgen. Dat is ook heel smerig taalgebruik hier en iedereen moet ook om. Ja, anders doe je maar even pauze en dan ga je even een wandeling maken. Zo. En dan luister je straks verder. Ik heb het er ook moeilijk mee om deze tekst te ontleden. Ja. Het 3D-team zonder streepje, het derde onderzoeksteam, heeft geconstateerd dat het grasbeeld rondom het lichaam van slachtoffer duidelijke indicatie geeft dat slachtoffer vanaf het moment dat ze omgedraaid is, niet meer bewogen heeft of verplaatst is. En dat staat allemaal in de Fabeltjeskrant. Editie nummer 713 en dan pagina 667-673. Dus dan hebben we het over 7, 8, 9, 70, 71, 72, 73, 8, nee, 7 pagina's.
Dus op 7 pagina's wordt beweerd dat slachtoffer heeft zich niet meer bewogen en haar lichaam is niet meer verplaatst. Ja, weten we het tijdsmoment nog? Het 3D-team heeft geconstateerd dat het grasbeeld rondom het lichaam van slachtoffer duidelijke indicaties geeft dat Marianne vanaf het moment dat ze omgedraaid is, niet meer bewogen heeft of verplaatst. En degene die net ingehaakt zijn, die weten natuurlijk niet waar ik nu boos over word. Maar daarvoor moet je al die andere, ik kan dat wel op gaan zoeken. Maar het Openbaar Ministerie, Henk Maus, die heeft een jankerig verhaal gehouden. Dat ze het zo moeilijk hadden, want ze wisten niet wat de verplaatsingen waren van het lichaam van slachtoffer. Nu zegt Henk Maus dat ze weten dat ze vanaf dat moment, dat ze dus op haar buik ligt, niet meer bewogen heeft, nog dat haar lichaam verplaatst is. Wie is er hier aan het liegen? Henk Maus of Perry Winkel? Ik laat jullie het oordeel. Het gaat hier om een 16-jarige Friese vrouw die we nooit meer gaan zien en een boer uit Oudwoude die daar, en nu gebruik ik het woord ook, hoogstwaarschijnlijk niets mee te maken had. Dan krijgen we hier een zin. Daar heb ik bijgeschreven slecht Nederlands. Waarom vertelt hij dit niet gelijk bij de politie? En houdt het eerst achter. We hebben dus die oproep gehad van burgemeester Eggens. Die zei, zeg, er is een meisje weg. Degene die het gedaan heeft, wil je even naar het politiebureau komen? En dat deed hij niet. En dat vond Henk Maus echt heel verschrikkelijk. Want dat zou inhouden dat de politie echt op onderzoek uit moet gaan. En Henk Maus heeft zoiets van, nou, ik vind gewoon dat verdachten, die moeten gewoon gelijk aanmelden. En dan ga ik een mooi verhaal houden en dan stuur ik ze de bak in. Ja. Nou, er was natuurlijk een grote vraag waarom verdachte niet gelijk alles opgebiecht heeft. Ja. Hij was 2:30 of zo was hij klaar. Nou, dat is een uurtje fietsen naar buitenpost, naar het politiebureau. Dan zeg je, hallo. Nou, maar kun je ook voorstellen dat verdachte, die heeft dat allemaal gedaan, maar toen was hij hartstikke moe. Toen moest hij eerst naar huis, maar had hij de volgende dag toch. Hij heeft via internet kunnen zeggen, bij deze geef ik mezelf aan, het was daar en daar. En ik heb het zo en zo gedaan. Henk Maus baalt daar als een stekker van. Nou, en waarom hij dat niet gelijk bij de politie vertelde en eerst achterhield, nou, daar zijn ze achtergekomen. Want het 3D-team, zonder streepje, het derde onderzoeksteam, die acht het zeer waarschijnlijk dat slachtoffer buiten bewustzijn was. Ja, you get me? Dus de reden dat verdachte niet gelijk naar de politie stapte en zichzelf aangaf, en dat hij niet alles in één keer vertelde, dat is zeer waarschijnlijk. Dat heeft te maken met het feit dat slachtoffer buiten bewustzijn was. En dan krijgen we een hele lelijke. We hebben het eerder gehad over de 3 mogelijkheden. Deze opsomming heeft hij eerder gegeven. Dan krijgen we namelijk hier, ik zal het met jullie. Dit is 1, hè? Buiten bewustzijn. Dit is 2. En dat is 3. Het is zeer waarschijnlijk dat ze buiten bewustzijn was. De andere mogelijke toestand van Marianne
als 1 en 2 is minder waarschijnlijk, zoals ik eerder besproken heb. Dan had hier een komma moeten staan. Ja? En daar ook. En inderdaad gaat Henk Maus er voor de derde keer bij stilstaan dat we er niet aan hoeven te denken dat het slachtoffer nog in leven was. Ze was namelijk één van de drie. Wie van de drie? Buiten bewustzijn, stervende, dan wel overleden. En wat is dit? Weten jullie wat het is om stervend te zijn? Hoe lang duurt dat eigenlijk? 12 seconden? De bedoeling van dit requisitoor, naar mijn mening, is alleen maar om de mensen die erbij betrokken zijn zoveel mogelijk angst aan te jagen. En ze zo bang mogelijk te maken met de meest gruwelijke details. Henk Maus had daar al voor gewaarschuwd. Henk Maus had verteld, kijk, wij weten niks. De foto's die moesten gefotoshopt worden voordat we überhaupt iets konden zien. En de verdachte die liegt. Ondanks die, wat hij dan noemt, minimale gegevens, wat ook helemaal niet waar is. Maar heeft hij echt, ja, zo, kijk, deze pak ik er even bij, zodat de rug geheel bloot is. En dat gaat over de rug van het slachtoffer. Dit gaat inderdaad over de rug van het slachtoffer en de familie. Deze paragraaf, jullie hebben het al gelezen. Daar had gewoon mogen staan de betasting van het lichaam. Betaste lichaam, dat staat in de Telegraaf op de voorpagina. Dat heet een korte, en dan laat je allerlei dingen weg met van en het en de. Dan mag je het allemaal uitgooien. Dan doe je gewoon een paar termen. En dan begrijp je wel, betasten, spatie, lichaam. Dat is dus het betasten van het lichaam. Het betasten door verdachte van het lichaam van slachtoffer. Wat is daar belangrijk aan eigenlijk? Dus mijn dochter is, mijn dochter leeft gewoon prima met een kind, hè? Maar stel, ze is er niet meer. Wil ik dan weten op welke wijze haar lichaam betast is? Ik denk het niet. Ik denk dat ik alleen maar wil weten wie het gedaan heeft. En dat ik zeker wil weten dat ze de goeie hebben. En dat ik zeker wil weten dat die man dat niet nog een keer doet. En daar hebben we gevangenissen voor. Of sanatoria. Of Pieter Baan centrums. Het 3D-team zonder streepje, ja, dus niet 3D, hè, het 3D kan de mogelijkheid, nee, nu is het 3D-team, maar zonder streepje. Ja. Kan de mogelijkheid niet uitsluiten dat de verdachte op het moment dat slachtoffer op haar buik lag, haar lichaam nog heeft betast. Laat ik een voorbeeld pakken. Nee, ik ga hier geen grapjes over maken. Ik hoop dat jullie dit zelf begrijpen. Dit is geen taal. Hoe had je de mogelijkheid moeten uitsluiten dat verdachte op het moment dat slachtoffer op haar buik lag, dat de dader op dat moment niet meer nog aan haar lichaam heeft gezeten?
Als jullie weten hoe dat kan via DNA-onderzoek. Ja, we hebben zijn DNA gekeken. Nou, dat DNA. Nee, dat DNA, dat doet dat soort dingen niet. Kom op, man. Ik acht het moment na het omdraaien hiervoor de meest aangewezen en sluit mij bij die constatering aan. Ja, de bezin begint hier. Ik, dat is Henk Maus. Henk Maus acht het moment na het omdraaien hiervoor het meest aangewezen. Even kijken hoor. Hier wordt gezegd dat na het omdraaien, want ze lag dus op haar buik, want ze lag eerst op haar rug, is het lichaam nog betast. En Henk Maus denkt dan, nou, ik denk dat het moment na het omdraaien hiervoor het meest aangewezen is. Volgen jullie het nog qua logica? Het derde onderzoeksteam heeft geconstateerd dat verdachte, nadat Marianne op haar buik was gedraaid, haar lichaam nog heeft aangeraakt. En Henk Maus, die acht dat het moment na het omdraaien hiervoor het meest aangewezen was. En Henk Maus sluit zich bij die constatering aan. Dus Henk Maus die doet zelf een constatering, namelijk dat hij, Henk Maus, ik acht. Hè? En hij sluit zich bij zijn eigen constatering aan. Of hij kan zeggen, ik sluit mij dus bij die constatering aan van het derde onderzoeksteam. En sluit mij bij die constatering aan, dit conjunct, dit stukje van de zin, dat is paginavulling. En waarom zou een officier van justitie pagina's gaan vullen? Of is de officier van justitie gewoon bezig om Jasper Steringa de bak in te doen draaien? Koet ke koet. Marianne is op dat moment buiten bewustzijn en een gemakkelijk slachtoffer. Eventjes wachten, want of ze nou, het was toch zeer waarschijnlijk dat ze buiten bewustzijn was. En de andere mogelijkheid was dat ze stervende was. En de laatste mogelijkheid was dat ze al dood was. Maar nu gaan we ervan uit dat ze buiten bewustzijn is. En een, tussen quotejes, gemakkelijk slachtoffer. En daar staan weer dubbele quotes. Ja. Dat betekent een letterlijk citaat. Dus het heeft dader gezegd. Ja. Waar blijkt dat uit? Heeft dader dat wel gezegd? En sprak hij toen Nederlands? Hoe luidt gemakkelijk slachtoffer op zijn Fries eigenlijk? Het shirt is kapot gesneden aan de voorkant, maar bedekt dan nog wel de rugkant. Ah, oké. Waar is het verhaal eigenlijk? We hebben een heel verhaal gehad over hoe die haar ondergoed, eerst heel onhandig, en dat lukte niet, want dan moest je tussen de benen door en dan moest je dat hele stuk textiel en... Hè? En toen werd het uiteindelijk aan de linkerkant en de rechterkant. Maar het shirt is dus ook kapot gesneden. Wanneer is dat dan gebeurd? Was dat voor of na de orale seks?
We moeten goed in de gaten houden dat het alternatieve scenario is dat Marianne Vaatstra door een groepje kerels is ontvoerd. En die mocht even de hoofdrol gaan spelen in een hele mooie uitvoering. En het heeft haar het leven gekost. En achteraf hebben ze het lichaam van slachtoffer gedumpt in een weiland. En iemand anders heeft er eventjes een fiets gestolen in Buitenpost. En ook in die greppel gekwakt. En dat was het dan. En dan mag Henk Maus gaan fantaseren hoe het dan wel zat. Nou, hij weet het wel, want het shirt is kapot gesneden aan de voorkant, maar bedekt dan nog wel de rugkant. Want ze lag toch op haar rug, of niet? Te zien is dat het shirt in een soort V-vorm omhoog geschoven is, zodat de rug geheel ontbloot is. Dus het t-shirt is kapot gesneden, maar bedekt dan nog wel de rugkant, hè? Zodat de rug geheel ontbloot is. Moet ik weer dat verhaal vertellen van die MH17, dat ze zeggen, nou, te weinig benzine, en dan, hey, genoeg benzine. Ja. Dus de rugkant is bedekt en geheel bloot. Daarnaast zijn afgebroken grassprieten. Nou, en dit kan je dus niet. Hè, dus hij zegt, ik zeg het woord eventjes, borsten. Borsten van een vrouw. En billen. Afgebroken grassprieten op borsten en billen. Kennen jullie dat liedje nog van ik heb preitjes op mijn dijtjes en de bodem op mijn bil? Is ook een zo'n Playboy-enquête om te kijken of mannen nou vallen op borsten of billen. Dat schijnen twee soorten mannen te zijn. Dus de ene valt op borsten en de andere valt op billen. Maar die grassprikjes die afgebroken zijn. Hoe breek je een grassprit eigenlijk? ik kan me voorstellen dat je. Wat breek je? Het brood bijvoorbeeld. Hey, je koopt een baguette. En dan breek je die baguette. Ja? Dan steek je een stukje baguette in je mond. Lekker, met Franse kaas erbij. Ik vind dat lekker in ieder geval. Hoef jullie niet lekker te vinden. Maar dat noem ik breken. Maar hoe breek je nou een grassprit? En die zijn dus aangetroffen op echt hele pikante plaatsen. Dus er zaten geen grassprieten in haar gymschoenen. Ben jij gek? Nee. Of in haar haar? Nee. Er zat een grassprit bij haar neus. Ja, wie interesseert dat? Maar wat we wel interessant vinden is dat die grassprieten, die zaten op haar borsten en bij haar billen. Hoort u het taalgebruik? Nou, wat we net zeiden, daarnaast zijn afgebroken grassprieten op haar borsten en bij haar billen aangetroffen. Die passen bij vastpakken of betasten van haar lichaam met de handen. En dan weer het heilige boek, maar nu pagina 718 tot en met pagina 719. Huh? Nou, de vraag is natuurlijk, moet hier een komma staan? Want als je het namelijk hebt over de grassprieten die passen bij lalalala, dan hoef je geen komma te gebruiken. Maar dat betekent dat er dus ook afgebroken grassprieten
zijn aangetroffen die niet passen bij lalalala. Ja? En dat bedoelt hij natuurlijk niet. Dus had hier een komma moeten staan. Ik zie voor mezelf echt een enorme carrière. Dat ik ga dus gewoon Nederlandse taalles geven aan officieren van justitie, zoals Henk Maus. En dan wil ik dus echt een uurtarief van 150% ten opzichte van degene die ik Nederlandse les geef. En ga er maar vanuit dat het uurtarief van Henk J. Maus, dat loopt richting de €250 per uur. Zo niet 300. Dus dat betekent dat als ik Henk Maus een uur lang Nederlandse taalles geef, dan ontvang ik daarvoor 1,5 keer dat. Laten we het afronden op €500. Voor 1 uur. En nu komt het punt. Kijk, het alternatieve verhaal vertelt dat Marianne Waatstra ontvoerd is en op de meest gory manier behandeld is. Wat haar het leven gekost heeft. En er is sperma aangetroffen bij, maar nu ook in, dames. Om een of andere manier heeft Henk Maus een soort, hoe moet ik zeggen, hij vindt het niks. Want hij kan niet bewijzen dat Marianne ook anaal is verkracht. Er zat wel in de anus sperma. Maar dat zou er ook toevallig gekomen kunnen zijn. Of op een andere manier. Komma, maar ik kan niet bewijzen dat slachtoffer ook anaal is verkracht. Door het betasten kan sperma overgebracht zijn door zijn handen. Ja. Nou, alles wat je zegt in een zin heeft betekenis. Toch of niet? Of zal ik nu eventjes bliebla, bloe 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 bloe, joppetje joppetje, tjokkie tjokkie tjokkie, wow. En dan zijn jullie geïnformeerd. Dus het gaat over sperma overgebracht door zijn handen. Maar het ging om betasten. Hoe kan je nou betasten zonder gebruik te maken van je handen? Dit heet een dubbelzegging. Dus Henk Maus gaat ervan uit dat wij niet weten wat betasten betekent. Dus benadrukt hij dat nog eventjes door te zeggen, ja, het gaat over betasten met handen hoor. Hij heeft het niet betast met zijn linker oorlelletje. Of met zijn rechtervoet. Nee, dat was met zijn handen. De deskundigen, en wie zijn dat ook alweer? Dokter Kanter? Kunnen geen voldoende zekerheid geven hoe sperma in de anus is gekomen. Jeetje zeg. En dat is dus pagina 1026 tot en met 1029. Dat zijn dus 1, 2, 3, 4 pagina's. Sectierapport. En nu met een hoofdletter. En als ik me goed herinner, staat er een paar pagina's terug. Sectierapport met een kleine letter. En het sectierapport van wie? Het NFI. Het rapport waarvan we allemaal wel weten wat het is. Dit kan door, en nu wordt het erg smerig, en de mensen hebben dit allemaal moeten horen, de familieleden en alle betrokkenen en zo. Hè. Dit kan door uitlopen van sperma zijn geweest na de verkrachting. Dus we hebben ook uitlopen van sperma voor de verkrachting.
of dat een komma moet er staan. Maar hallo, we hebben het al gehad over die enorme ejaculatie van verdachte, van dader. Hè? Het spoot alle kanten uit. Het lijkt me wel dat op het moment dat het sperma gaat spuiten, dat je dan klaar bent met de verkrachting. De verdachte heeft anale verkrachting overigens altijd ten stelligste ontkend. Dus de liegende verdachte heeft de anale verkrachting ontkend. Ja? Overigens is een overbodige term. Ja? Ten stelligste slaat nergens op. Want we hebben het over een liegende verdachte. Dus hier wordt gewoon een loopje genomen met ons denkvermogen. Ik kijk heel even links. Dan ben ik weer klaar. We hebben het gehad over vrijwilligheid in combinatie met aansteker. En nu hebben we het over wurgen met BH en schouderband rugtas. We hebben het gehad over een rugtas en een rugzak en een rugtasje. Nu is het een rugtas. Niet meer een rugzakje. Want in het rugzakje zat die aansteker die niets met de zaak te maken had. En waarvan Henk Maus vond, laat ik daar maar een paar pagina's aan besteden, want die aansteker had namelijk niks met de zaak te maken. Maar die heeft er wel toe geleid dat we zeker wisten dat het iemand was uit de omgeving. OMGVD. De verdachte heeft slachtoffer betast, punt komma, mogelijk ook rond de anus. Ja, natuurlijk. Want de volgende ochtend vond je dus het lichaam van een vrouw. En toen dacht je echt, nou, verdachte heeft slachtoffer mogelijk rond de anus betast. Ja? Zie je het voor je? Hij trekt... Dus verdachte heeft Marianne betast, mogelijk rond ook, dus ook bij de borst, weet ik veel. Hè? Misschien is hij wel aan de voeten. Denk van, oh meisje, wat ruiken je voeten lekker, ik doe je gymschoenen even uit. Hij trekt de BH met kracht aan met de bedoeling haar te verwurgen. Nou, volgens mij mag dat woordje verwurgen. Gewoon, die letters mogen weg. Met de bedoeling haar te wurgen. Dit lukt onvoldoende. En hier ontbreekt een komma. Want de verdachte hoort Marianne ademen. Okidokie. Dit is dus allemaal opgetekend door Henk Maus uit de woorden van de liegende verdachte. De indrukken en het snoerspoor in de hals van slachtoffer laten zien dat met veel kracht is getrokken aan de BH. Dus de indrukken en het snoerspoor. De indrukken en het snoerspoor in de hals. Wat voor indrukken? De indruk van Henk Maus? Dat Jasper Steringa toch echt voor 18 jaar de bak in moet? Dat is zijn indruk. Dus daar gaat Henk Maus eventjes voor zorgen. Met een snoerspoor in de hals. Nou, volgens Henk Maus lukte dat dus allemaal niet. Hè? Dus Henk Maus was begonnen om die BH, daar had hij dus eerst
aanwezig, had hij eerst een aanwezige lus van gemaakt. En dan had hij om de polsen gedaan. Maar inmiddels heeft slachtoffer heeft dus die BH los weten te wurmen. En ze snapt wel dat ze op deze manier niet thuis gaat komen. Dus ze wil terug naar Zwaagwesteinde, neem ik aan. Hè? Maar Marianne is slachtoffer, die heeft dus de handen los. De BH is dus, hè? Maar dan met die BH wilde hij dan wurgen en dat lukt dus niet. Shit, denkt de verdachte. Kut, man. Wat moet ik nou doen? Dus hij gaat, want hij had geen reepkit bij zich. Hij moest zich behelpen met het voorhanden materiaal. En laat slachtoffer nou een rugzakje bij zich hebben. Oh. Huh? Rugzakje. Rugtas. Zien we hem? Ja. Van slachtoffer. Doordat zij omgedraaid is op haar buik, ligt zij met haar hoofd bijna. Ja. Henk Maus was erbij, hè? Die heeft hier een YouTube-film van gezien, snap je? Dit heeft hij niet gefantaseerd, ben jij gek? We hebben het hier over een officier van justitie. En die mensen zijn altijd heel erg betrouwbaar. Dus Henk Maus wist dat ze met haar hoofd bijna in de lus van de rechter schouderband van de BH? Nee, van het rugzakje. Of de rugtas natuurlijk, hè? Maar het ging in ieder geval om de rechter schouderband. Dat weet Henk Maus. Heel erg. Dat dit is voorgelezen? Ja, hopelijk niet. Misschien is het wel een hoax. Maar dan nog, degene die dit opgeschreven heeft om Henk Maus te naaien en daarmee dus wel eventjes het zout in de wonden wrijft van de familie Vaatstra, ook die kerel mag je elimineren. En anders Henk Maus. De schouderband van de rugtas is ongeveer 3 centimeter breed. De afstand die verdachte moest fietsen naar de Keningswei was 3,3 kilometer. De afstand die slachtoffer moest fietsen om een fiets te kunnen meenemen van het fietsafgeefpunt te Buitenpost was 5,2 kilometer. Maar dit is ongeveer 3 centimeter. Ja. En hij probeert slachtoffer hiermee te wurgen. En daar hadden we het over verwurgen. Ja. En dit mag ook hoor, maar het is een beetje ouderwets. Dit is moderner. En kies dan één term. Door aan beide kanten van de schouderband te trekken. Ja. Uit een kapotte stiknaad aan één kant. Van het sterk doorbloede gedeelte van ongeveer 11 centimeter van de band. Ja, dus een kapotte stiknaad aan één kant van ongeveer 11 centimeter van de band. Weten jullie waar we het hier over hebben? Behalve natuurlijk dat het om die schouderband van de rugtas gaat. Het rugzakje. En een kapotte stiknaad. Maar die stiknaden waren toch van die BH? Er is hard getrokken. En dat staat allemaal. Nou, kijk, nu
Het is nu zo vaak gebeurd, dus ik ga het nog een keer zeggen tegen jullie. Kijk, het zit als volgt in elkaar. Als we als er een misdrijf is gepleegd, dan mag je ervan uitgaan dat degene die dat gedaan heeft, meestal niet vanzelf vertelt dat hij het gedaan heeft. Hè? En daarvoor moet je dus onderzoek doen. Rechercheren. Re is her en chercher is vinden. Dus dan moet je op onderzoek uit. Nou, dan heb je dat onderzoek afgerond. Dan schrijf je alles netjes op. En het geef je dan af aan het Openbaar Ministerie. En dan zeg je, ik heb de dader. Dit is hem. En dat blijkt hieruit. En daarvoor overleg je stukken. Stukken die genummerd worden, die op een bepaalde datum zijn opgeschreven. En die hebben meestal een aantal pagina's. En dan moet je duidelijk aangeven wat is. Het moet allemaal helder zijn. Ik kan niet... Ik heb hier een kladblokje liggen. Ik kan ook een bolpen pakken en dan schrijf ik op het kladblokje allemaal dingen. En dan zeg ik, die beneden buurman van mij, dat is een anti-antisetimische hokolaast ontkenner of zo. Hè? En dan ga ik naar het politiebureau en zeg ik, hier. Dat is geen bewijs. De afspraak is dat je hebt die politieagenten, die rechercheurs, die stellen de documenten op. En dan komt er een officier van justitie en die bekijkt alles legaal vanuit een heel andere optiek. En die pakt die documenten en die maakt daar een zaak van. Die officier van justitie die moet dus refereren aan die documenten. De officier van justitie kan niet zeggen, ik was vorige week in de supermarkt en dan sprak ik ook iemand die zei dat Jasper Steringa het gedaan had. En dat had ik afgerekend en toen stopte ik mijn kilo kaas in mijn rugzak of in mijn rugtasje. En toen vroeg ik nog aan die getuige die op dat moment aan het pinnen was, waar meen je dat nou echt? En toen zei die getuige, terwijl hij zijn pincode intoetste, ja, dat meen ik echt. Dat is geen rechtspraak. Dus de officier van justitie moet refereren aan de stukken die hem aangeleverd zijn. En dat mag aangevuld worden met mondelinge verklaringen. Wel blijft het zo dat de officier van justitie in de rechtszaal moet refereren aan de schriftelijke bewijzen. CQ, digitale dingen, foto's, tabellen, whatever. Maar dat moet duidelijk zijn. Ja. En dan moet je dus vertellen waar je dat gelezen hebt. Want we hebben inmiddels begrepen dat het hele dossier van Marianne Vaatstra, dat bestaat uit 600 ordners. Ja, een ordner is ongeveer, laten we zeggen, 5 centimeter breed. Ja. Dus dat betekent dat 600 ordners, die zijn dan 5 keer 600, dus 5 keer 600, is 3000 centimeter breed. 3000 centimeter. 3 meter aan ordners. Dus ik kan niet zomaar zeggen, in die 3 meter ordners, daar staat het hoor. Ik moet toch vertellen wat ik heb gevonden. Nou, dan is het mooi dat je zegt, het stond op pagina 658 tot en met pagina 664. Dat zijn bij elkaar dus 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 pagina's. En het is mooi dat u die pagina's benoemt. Maar om dan eventjes bij stil te staan. Welk document? En alsof dat nog niet erg genoeg is, gaat hij hier ons nog een keer beledigen. Want dan heeft hij het over afbeelding 160. Pagina 690. Dus je zit daar weer 26 pagina's later, vind je dan afbeelding 160. Maar in welk boek? De Mahabharata? Het Communistisch Manifest? Ja.
Ik heb dit gevraagd aan een advocaat. Een strafadvocaat. Daar was ik dan toevallig, zullen we maar zeggen. Die ben ik echt geweest. Hè? Hij heeft me ook gevraagd. Hoezo kan je nou zeggen pagina 690? Van welk document is dat dan? En die strafadvocaat, die keek mij aan van... ik weet het antwoord niet. Waarom stel je deze vraag? Nou, zei ik tegen die advocaat, dit is het requisitoir van Henk J. Maus. En die advocaat die keek mij aan alsof hij water zag branden. Bedenk goed dat het aantal burgers wat het loodje heeft gelaten, dankzij het feit dat ze een overheid hadden, of in ieder geval een instantie waarvan ze dachten dat het de overheid was. Nou, sinds de afgelopen 2000 jaar in Europa en de rest van de wereld moet je het ongeveer hebben over 500 miljoen tot 1 miljard slachtoffers. Dus in die zin is het overlijden van slachtoffer in dit geval niets. Het is er maar eentje. En ga er maar vanuit dat de volgende komt. En owee, owee, als jij haar vader bent. Want dan piep je wel anders. Wurgen met BH en schouderband van de rugtas, dat een rugzakje is. En er is hard aan getrokken. En heb je ook weer van die stiknaden. Lalalala. En nu gaan we het dan eindelijk krijgen over waar het om gaat. Namelijk dat Marianne Vaatstra het leven gelaten heeft. Henk Maus is van mening, ik lees even voor, hè? Henk Maus is van mening dat de verdachte volledig, kom ik op terug, zeker wilde zijn dat slachtoffer dood was. Dood was op welk moment? Was hij een necrofiel? Of het ging erom, hij had haar dus verkracht. En hij besloot, nou laat ik haar maar doodmaken, want dan kan ze niet vertellen dat ik het gedaan heb. En dat wilde hij niet alleen, nee, hij wilde er volledig zeker van willen zijn. En dat is de mening van Henk Maus. En waar Henk Maus het op baseert, ja, dan mogen wij gewoon naar raden. Het is gewoon de mening van Henk Maus. En voor de rest moet je gewoon je bek houden. Nou, verdachte wilde volledig zeker zijn dat Marianne dood was, want hij hoorde haar toch nog ademen, of niet? Even kijken waar dat staat. Jullie lezen? Ja. Dit lukt onvoldoende, want hij hoort haar ademen. Dus is verdachte niet gewurgd. Nou, omdat hij zeker wilde zijn, heeft hij zijn mes gepakt. Waar lag dat mes dan? Bij de boomwal? Haar hoofd naar achteren getrokken. Aan de schouderband van de rugtas. Oké. Henk Maus, die weet, want hij heeft dus helemaal niks. Hij heeft een paar foto's, maar die moesten opgewaardeerd worden. Maar hij weet dat omdat verdachte volledig zeker wilde zijn, daarom heeft hij zijn mes gepakt en haar hoofd naar achteren getrokken.
aan de schouderband van de rugtas. Ja, natuurlijk. Met zijn linkerhand houdt hij op die manier haar hoofd omhoog. Ja. Hij heeft zijn mes gepakt, haar hoofd naar achteren getrokken. En met zijn linkerhand houdt hij op die manier haar hoofd omhoog. Zodat ruimte is voor zijn rechterhand met het zakmes. En dan had dus hier een komma moeten staan. En wat houdt het in? Oh ja, ik had helemaal geen ruimte voor mijn rechterhand met het zakmes. Maar toen deed ik haar hoofd omhoog en toen kreeg ik ruimte voor mijn rechterhand met het zakmes. En het is opgetekend van de leugenachtige verdachte. Tot twee keer toe steekt en snijdt, daar hebben we het eerder over gehad, ik weet niet wat het verschil is. Steekt en snijdt de verdachte in de hals van slachtoffer om een begin te maken. Oh, wat erg. En dit heeft dus... Ja, het is natuurlijk ook erg voor de broer van Marianne Vaatstra. Broers, hebben ze, ik weet niet precies hoe het zit met die familie. Maar ze heeft in ieder geval een moeder en een vader. Maar dat de moeder dit heeft moeten aanhoren, dat vind ik erg. Ja. En laten we even kijken naar deze literatuurverwijzing. Ja. Pagina 712 tot en met 713, dus twee pagina's. Uit het Heilige Boek, ja, wat zullen we het nu noemen? Uit de Enkhuizer Almanak van 1999. Ik weet het niet, mensen. Ik weet wel... Deze, die pagina, het is een boek van 1100 pagina's, minimaal, ongeveer. En dan zeggen we hier, pagina 712, 713, spatie, foto 194. En hier wordt gesproken over afbeelding 160, comma, pagina zoveel. Ja. Hier staat de pagina-aanduiding als eerste. Ja. En dan, zonder comma... De afbeeldingvermelding. En hier wordt gesproken over een afb. Henk Maus had niet zo'n zin om afbeelding. Hij dacht afb. Afb, 160, en dan de paginavermelding. En hier wordt gesproken over foto, 194. Ja, ik ben heel benieuwd naar die 194 foto's. Ik denk dat het OM zichzelf heel erg zou helpen door die foto's gewoon op internet te zetten. Onder een wachtwoord of zo. Dan moet je aanmelden, dan moet je zeggen dat je 18 jaar en ouder bent of zo. En dan mag je die foto's bekijken. Ja? Uiteindelijk wordt bij de derde keer de hals van slachtoffer diep doorgesneden van links naar rechts. Net onder de band van het schouderhengsel. Even kijken hoor. Hier had het over een schouderband. Maar nu is het een schouderhengsel geworden. Zoals te zien is aan de doorgesneden grassprieten. Die deels in de wond zitten. Ja, we hadden dus afgebroken... Ja, dit was de vorige pagina. Afgebroken grassprieten, maar nu hebben we het over doorgesneden grassprieten. Dus Henk Maus, die heeft natuurlijk verstand van maaien. Maar die had alleen zijn maaimachine niet bij zich, maar wel zijn herdersmes. En die dacht, kom, ik ga even wat grassprieten doorsnijden met mijn herdersmes. Ook al belanden ze voor een deel in de wond. Dit is angstaanjagerij. Dit is gewoon mensen die in de zaal zitten,
hele lelijke, smerige woorden geven, waar ze totaal van in paniek raken, zodat hun denken stopt. Zo werken deze mensen. En jouw dochter, of jijzelf, of jouw vriendin, die kan morgen aan de beurt zijn, hè? En dat is de reden waarom ik dit doe. Om jullie te waarschuwen, dit is geen conspiracy theory. Dit is echt gevonden op internet. En dan kan je je gaan afvragen, is het nou het echte requisitor van Henk Maus? Of heeft iemand dit in een hele smerige bui opgetekend? De verdachte hoort het bloed uit Marianne lopen. En, er komt een letterlijk citaat, neemt aan dat ze dood is. Nou, dat kan dus niet, hè? Want een getuige kan niet zeggen, neemt aan dat ze dood is. Ja? Een getuige kan zeggen, ik nam aan dat ze toen dood bloedde. Of zo. Maar niet, neemt aan dat ze dood bloedt. Dat kan geen letterlijk citaat zijn. En als een officier van justitie zo makkelijk om mag gaan met Nederlands, waarom zou ik dan morgen ook echt pinnen als ik boodschappen haal? Waarom haal ik niet gewoon mijn boodschappen? Wat heeft het voor zin als mensen op de allerhoogste posities in onze samenleving, die mogen op deze manier met Nederlands omgaan, terwijl er een man van uit Oudwoude met twee kinderen voor 18 jaar de bak in rijdt? Want verdachte neemt aan dat ze doodbloedt. De liegende verdachte. En die hoort het bloed uit slachtoffer lopen. De liegende verdachte zegt dat hij het bloed hoorde lopen. Ik weet niet of jullie wel eens een wond... Ja, ik heb wel eens een wond... Ja, heb je ooit je bloed horen lopen? Het gutste eruit of zo? Maar waarom is het dan niet gevonden? De verdachte trekt met kracht haar hoofd nog enige tijd omhoog. Ik leid dit af uit het feit dat het deel waar de schouderband om haar hals is gebracht, zwaar doorbloed is. Nou, hier staat een dubbele spatie. Dat betekent knip- en plakwerk. En haastwerk. Ja. Waar de schouderband om haar hals is gebracht, dat het deel waar het deel van wat? Het deel waar de schouderband om haar hals is gebracht, zwaar doorbloed is. Het deel van de schouderband, neem ik aan. Maar het staat hier niet. Het deel waar de schouderband om haar hals is gebracht. Zwaar doorbloed is. Op pagina 710. En deze literatuurvermelding staat niet zonder haakjes. Op foto 189. 189 is te zien dat het gezicht van slachtoffer een streperig bloedbeeld vertoont dat veroorzaakt is door bebloed gras. Dat veroorzaakt is, niet
mogelijk, maar veroorzaakt is. En we hebben het over bebloed gas. Dus, wat ze zeggen, slachtoffer werd gekeeld. Nou, en als je een vrouw van 16 keelt, dan komt er ongeveer 3 liter bloed naar buiten. Als je wil weten hoeveel dat is, dan gaan we naar de supermarkt en dan koop je gewoon 3 flessen tomatensap. En die doe je gewoon eventjes omkeren in je woonkamer. Huh? Dan ga je een uurtje weg en dan kom je terug. Dan moet je kijken of je nog wat kan vinden. Ik denk het wel. Dan ga je nog een uurtje weg. Dan ga je 9 uur weg. Ja? Je hebt 3 liter tomatensap over je tapijt heen gegoten. Je gaat 9 uur weg en dan kom je terug. Denk je dat alle tomatensap dan weg is? En in het weiland is geen bloed gevonden. Dit kan alleen ontstaan als het hoofd omhoog getrokken wordt en uit de verwonding veel bloed komt, waarna het hoofd in die plas bloed komt. Het zal. Er was alleen geen bloed, toch? Niet in het weiland, toch? Het rugtasje, ja, dus nu is het weer rugtasje geworden. Het was eerst rugzak, maar nu weer een rugtasje. Dat komt links na slachtoffer terecht. En daar is geen bloed op aan te treffen. Dat het rugtasje op deze manier is gebruikt, blijkt uit het feit dat de rechterschouderband op het kapotgesneden stukje textiel ligt. Op het waslabel. Oh, mens, wat erg is dit, hè? Dus wat hier eventjes wordt gezegd. Het rugtasje komt links naast het slachtoffer terecht. En daar is geen bloed op aan te treffen. Daar is geen bloed op gevonden. Wel op die rechter schouderband natuurlijk. Hè? Want dat staat toch hier. Een deel waar de schouderband zwaar doorbloed is. En het is de schouderband van het rugzakje, toch? Nou, die rugtas, daar is dus geen bloed op aan te treffen. Dat het rugtasje op deze manier is gebruikt. Welke manier? Was het rugtasje nou gebruikt? Of de schouderband? Ja, jullie lezen met me mee, hè? Dat het rugtasje op deze manier is gebruikt, blijkt uit het feit dat de rechterschouderband op het kapotgesneden stuk ondergoed ligt. Er is natuurlijk geen enkele... Hè? Ja, kijk, als je een rugtasje gebruikt en het ligt niet op een kapotgesneden stuk ondergoed, ja, dan blijkt er helemaal niks uit. Maar als het op het kapotgesneden stuk ondergoed ligt... En dan op het waslabel van het ondergoed zijn wel bloeddruppeltjes te zien. Ja? Op de gefotoshopte foto's of zo? Of is er bloed aangetoond op het ondergoed van slachtoffer? En of dat bloed nou op het waslabel zat, wat maakt dat uit? Deze handelswijze, welke handelswijze echter, past bij de verklaring van de verdachte dat hij alleen bloed op zijn rechterhand. En rechter staat dan tussen haakjes. Waarom eigenlijk? Heeft gekregen. Dus de verdachte, die heeft dus in 2012 verklaard. Ja, ik had toen...
akkefietje in een weiland, 110 meter van de Keningswei. En ze liep dus ogenschijnlijk vrijwillig mee. En toen heb ik dus alleen bloed op mijn rechterhand gekregen. Dat is de liegende verdachte die dat zegt. En Henk Maus gelooft hem op zijn woord op dit moment. Het bebloede mes klapt hij dicht. Oké. Hij had zijn mes niet eerst eventjes afgeveegd aan grassprieten. Hij heeft dat mes met bloed en al dichtgeklapt. En waarom? Nou, dan heeft hij een komma vergeten hier. Ik hoop dat jullie hem ook zien staan. Want, waarom klapt hij dat dicht? Want anders kan dit niet meegenomen worden. Ja, natuurlijk. Dus je hebt een mes en het zit onder de troep. En ja, dat moet je gewoon dichtklappen en niet eerst eventjes afvegen. Want anders kan je het niet meenemen. Ja? En de verdachte loopt via, en dan krijg je dit mooie woord, vrijwel dezelfde weg. Ja? Weten we nog waar het was? Je hebt de Keningswei, dan heb je die greppel. Dan heb je dat weiland met die boomwal. Je moet even kijken waar het is. Ja. Maar dan moet je 110 meter, loop je dan naar het noorden. En dan gaat die boomwal naar links. Nou, daar heb je dus een heel leuk akkefietje gehad met een 16-jarige Friese vrouw. En dan denk je van, kom, is tijd naar huis te gaan. Hoe loop je dan terug? Via Kolm. Met een omweggetje. Of dat je denkt, nou wat een leuke boomwal. Ik ga even aan de andere kant van de boomwal wandelen. Vrijwel dezelfde weg. Hoezo vrijwel? Waarom niet gewoon dezelfde weg? Wat verstaat Henk Maus onder vrijwel? Is dat een juridische term? Terug naar de Keningswei. En niet het fietspad. Want dat kan ook het fietspad zijn aan de andere kant. Wat is het fietspad? Daarna fietst hij naar huis. Oh ja joh. Hij had niet de auto bij zich, hè? Thuisgekomen kijkt hij rond in de stal. Zou ik ook altijd doen. Als ik een boer was en ik kom om 2:30 s'nachts thuis en ik heb net een meisje van 16 gekeeld. Nou, het eerste wat ik doe, even rondkijken in de stal hoor. Even kijken of al mijn koeien er nog zijn. Even tellen. Clara 13, Maatje 14. Ja, ik heb ze allemaal nog. Oh, gelukkig. En toen dacht hij, kut, mijn mes is nog vies. Shit. En toen is hij dus zijn mes af gaan wassen. Man, wat heeft verdachte het toch druk gehad, hè, die nacht? Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen. Na zijn aanhoudingen door het arrestatieteam is de verdachte gefouilleerd. Nou, ik kom tegelijk stap. Ja, nee, hier gaan we even stilstaan. Kijk, het misdrijf dat vond plaats in 1999. In 2012 heeft verdachte, ja, onder sociale druk, hè, onder dwang, zijn DNA afgestaan. Dat deed hij niet voor zijn lol. Hè. En toen hebben ze dus verdachte aangehouden. En toen hebben ze hem gelijk gefouilleerd. Kijk, laten we het serieus houden. Hè. Stel, dit was allemaal waar. Hè? En dus om 2:30 s'nachts had Jasper zoiets van, oh jee, het is tijd om in de stal te gaan kijken. Hè. Dus hij pakt zijn fiets, weet je wel, bij de Jeltinga-laan.
En dan gaat hij waarschijnlijk, nou, ik weet niet hoe hij dan gefietst, hoe hij terugging, maar hij fietst dan terug en hij wordt aangehouden. Kijk, dat lijkt mij een moment om verdachten te fouilleren. Maar als je de verdachte 13 jaar later aanhoudt, wat heeft het voor zin om zo iemand te fouilleren? Ja. En toen bleek, tot grote vreugde van het OM, dat hij, net als al die andere boeren, inderdaad een mes bij zich had. Jezus mijn Christus, man. Een boer met een mes in zijn zak. En het had ook nog een merk. Herder. En het had een bruin houten heft. Nou, daar worden we toch een hoop wijzer van, toch? Ja. Dus gelukkig hebben ze maar direct gefouilleerd, want anders hadden ze niet geweten dat hij... Ja. De verdachte heeft dit zakmes al 27 jaar in zijn bezit en slijpt dit zelf. Het is een scherp mes. Foto 4 van pagina 370. Huh? Dus je kan gewoon een foto maken van een mes en dan kan je zien dat het scherp is. Namelijk op foto 4 staat dat. Dus die foto, we hebben andere foto's gehad. Foto 189 is van het gezicht van Marianne met een streperig bloedbeeld. En foto 4, dat is van dat mes. Die foto's die zijn namelijk at random genummerd. Je neemt een foto en dan heb je, ik heb een foto. En dan ga je naar het politiebureau, mag ik een nummer voor mijn foto? Nou, soms krijg je nummer 1000. En toevallig de foto van het mes, die kreeg nummer 4. Verdachte heeft verklaard dat hij met dit mes haar slachtoffer haar keel heeft doorgesneden. En dat hij dit altijd bij zich gedragen heeft. Even kijken, wat staat hier ook alweer? Verdachte heeft verklaard dat hij met dit mes Marianne haar keel heeft doorgesneden. En dat hij... dit altijd bij zich gedragen heeft. Wat is de referent van deze term? Dus verdachte heeft verklaard dat hij met dit mes slachtoffer haar keel heeft doorgesneden en dat hij dit altijd bij zich gedragen heeft. Nou, ik kan je vertellen, deze term is ambigu. Tweeledig. Want het kan slaan op dit mes. Maar het kan ook slaan op dat hij met dit mes slachtoffer heeft gekeeld. En dat hij het kelen van het slachtoffer altijd bij zich gedragen heeft. Ja. En het doet er ook helemaal niet toe dat hij dat herdersmes altijd bij zich had. Het gaat erom of hij Marianne Vaatstra gekeeld heeft. En of je je mes dan altijd bij je hebt of af en toe, dat doet er niet toe. Misschien had hij er wel kunnen kelen met de voorhanden zijnde middelen of zo. Zonder een rape kit, toch? Ja. Hij wilde dit niet wegdoen, dus dat betekent... dat mes. Hij wilde dat mes niet wegdoen. Hier ontbreekt een komma. Omdat het op zou vallen dat hij de dag na zo'n moord zijn mes, waar hij zo aan gehecht is, niet meer zou hebben. Vatten jullie deze logica? Dus Henk Maus beweert dat Jasper Steringa, die heeft dus dat mes gebruikt om Marianne te kelen. En toen besloot hij, dit mes hou ik vanaf nu elke dag bij mij, want anders valt het op. Valt wat op? Iedereen wist van het mes, of zo?
Dat hij net zo goed dat mes weg kunnen gooien en een nieuwe kunnen kopen. En dan had zijn zoon gezegd van, hé pa, heb je een nieuw mes? Had hij gezegd, ja. Een nieuw mes. Had hij toch ook kunnen doen? En denk je dan echt dat die hele familie, oh, ons vader heeft een nieuw mes gekocht. Oh, die heeft Marianne gekild. Tuurlijk niet. Een mes voor een boer is gewoon een instrument. Een stuk gereedschap. Dat is handig. Zijn mes waar hij zo aan gehecht is. Oh, ja joh. Want hij slijpt het zelf. Ja, vind je het gek dat een boer zijn eigen mes slijpt? Moet een boer dan iedere keer met zijn mes naar Leeuwarden? Van hallo, mijn mes is bot, kan je het even slijpen? Nee, natuurlijk niet. Dat doet hij zelf wel. Iedereen slijpt toch je eigen mes op? Huh? Nou, we zijn op pagina 37 aanbeland en we houden even pauze. En ik ga proberen om de volgende uitzending, om dat nog grappiger te maken. We zijn gebleven bij 7-3. Ik ga het even opschrijven.